Nou, dat gaat nog heel lang door. En dat loopt helemaal door. En er komen ook steeds meer mensen bij. En iedereen staat te kijken. Dus dit gaat echt wel opvallen. En ze kunnen nu niet meer stoppen, want er zijn er gewoon te veel. Gewoon te veel. Precies. Ze kunnen gewoon niet meer stoppen. Kijk jongens, zo moet dat. Moet je zorgen dat er meer dan 1000 man komt en dan wordt het moeilijk. En als er problemen komen, gooi je de vrouwen ervoor en die gaan gillen en dan zijn ze zo weg. Dus moet even kijken of het allemaal maar goed ging. Ja, de politie, nou, ik heb er geen goede ervaringen mee. En dan mogen ze ook wel horen, maar dat willen ze niet horen. Dan weten ze weer nergens van. Huh. Altijd zo, hè. Altijd zo. Oh, daar gaan ze met de nieuwe bus, heb ik gehoord. Daar ziet er niet echt nieuw uit, vind ik. Nou, laat maar zitten. Zo. Maar zin. Dat krijgen ze niet meer goed, hoor. Ik heb veel meegemaakt, maar anders wordt het de slacht. Koningsdagslacht. Aha. Dus, ik vind de paard helemaal niet leuk, hoor, om hier een beetje in de stad te hangen. Ik nou echt dat een paard in de stad wil hangen. Ik vind er ook meestal niks aan, als ik eerlijk ben. Als je het goed bekijkt, dus. Nou, hier, die ene met een microfoontje, daar moet je altijd op letten. Zo. Zo. Nou, ik blijf toch maar eventjes op de stoep, want ze net wilden ze mij eruit plukken. En dat vond ik niet leuk. Als ze mij eruit willen plukken. Ik weet nog wel, ik heb mijn mutsje afgezet. En dan herkennen ze me niet. En dan ga ik tussen alle andere kale mannen lopen en dan val ik niet meer op. Dus. En ik ben voor dat al het geld wat in een land verdiend wordt, dat dat ook weer in het land uitgegeven moet worden. En als het zomaar weggaat naar mensen die geen belasting betalen en die multi rijk zijn. Nou, dat kan toch niet. Terwijl de mensen hier naar de voedselbank moeten. Klopt er toch iets niet? Nou, dat mag ik ook even kwijt. En dan, nou, laat maar zitten. Ik denk dat ze dit alleen nog kunnen stoppen met een bom. Maar laat maar zitten. Ik sprak laatst iemand die zei, in een vliegtuig heeft hij ook een bonbon. Het zit nog steeds vast. Kijk, nou loop ik toch wel sneller dan de kudde. Leuk. En ik loop lekker in de zon. Lekker. Ik krijg tenminste een beetje kleurtje. Kijk, creatief, creatief. Zo, hallo, tut, tut, tut. Ja! Kijk, als iedereen op de weg gaat lopen, dan doe ik het ook. Oh, als iedereen op de weg gaat lopen, dan doe ik het ook. Vind ik gewoon leuk, op de weg, dat ze denkt, wat, ik vertel de hele tijd wat. Vrijheid, dat is wat ik aan het vertellen ben. Zo, en, nou, oh, hoi. Ja, die ken ik echt niet, hoor. Zo. Zo. Nou, hier, dat is altijd zo één gebouw wat erachter staat, lijkt net of die omvalt. Maar hier kon je vroeger als gokken. Als vroeger een gokken. Kun je gewoon gokken. Kan ook niet meer gokken. Ja, met je leven als je een spuitje neemt, maar gewoon, dat gaat er niet. Dus, nou, wat? Oh, nou. Nou, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren, want volgens mij lopen we alleen maar een rondje. Komen we zo weer op dezelfde plek uit waar we begonnen zijn. Dan was het weer een nutteloze actie. Maar wel gezellig. Nou ja, nutteloos. Je weet nooit waar iets naartoe leidt. Dat weet je niet. Na de eerste dag komt vanzelf de tweede dag. Kom maar zitten. Zo. Ik ga toch maar weer even moeilijk doen. Oma.
Zo, jee! Kijk, dit is een mooi perspectief. Perspectief? Nou, we hebben helemaal geen perspectief meer, maar laat maar zitten. Zo. Zo, moet ik even opletten dat ik niet. We zien tot achterin. Zo, wat een mensen. Oh, oh. Geweldig. Nou, ik leg het alleen maar vast voor de generatie naast me. Want ik heb eigenlijk andere dingen te doen, maar ja, iemand moet het doen. Dus. Maar morgen ga ik gewoon weer lekker de wijk in. Padden en kikkers redden. Uit putten, dat is ook leuk. De meeste boertjes zitten. Moet maar eens kijken. Ook leuk. Nou, ik had eigenlijk kaartjes uit moeten delen, maar ik kom er gewoon niet toe. Oh, volgens mij staan er allemaal Romeo's. Nou, dan loop ik toch aan de goede kant. Oh, volgens mij staan ze me op te wachten. Oh, nou, hij maakt zijn dingetje al vast. Ik heb er een heel raar gevoel bij. Bij wat er allemaal gaat gebeuren. Oh, nou, of misschien horen ze wel bij ons, ik weet het niet. Maar dat komt niet door hoe ze eruit zien. Kom op, zeg. Sluit je aan. Kijk, ze gaat snel weg, de Romeo's. Dat komt omdat er overal soldaten bij lopen. Soldiers. En die gaan tussen de mobiele eenheid en ik loop er toch iets naartoe. Ja, want ze keken echt heel erg gespannen. Maar je had vooruit kijken. Bravo! Geweldig! We gaan je steunen! 8 mei! Jee! Zo. Kijk. Het volk moet beschermd worden door oud-veteranen. Kan toch niet? Oud-veteranen. Kan toch niet? Goed, hè? Dus. En? Hier lopen ook allemaal dokters en zusters mee voor als we klappen krijgen. Anders krijgen we niet eens verzorging. En wat ik ook zo gaaf vind. In het ziekenhuis mag je niet meer vragen waardoor je gewond bent geraakt. Apart, hè? Maar ik moet even een kaartje uitdelen. U bent? Doe hem nou net weg. Wat? Doe hem nou net weg. Ja, nee, maar ik wou jou even een kaartje geven. Heel goed. Dank je wel. Ja, daarvoor doe ik hem weg. Zo. Ik denk dat ik zo'n leuke foto maken. Oh, dat mag wel. Dat mag dan. Nou, even wachten. Doe maar je ding, dat vind ik het leuk. Oké. Okay. Nou, mijn dingen doe ik. Ze zegt, doe je ding maar. Nou, ik doe altijd mijn ding. Als ik mijn ding niet doe, gebeurt er niks. En iemand moet het doen in het land. Dus. En als je de dieren geen stem geeft, dan hebben ze geen stem. En de dierenbescherming, die helpt helemaal niet meer. Politie kijkt ook weg. Maar beestenboertje zit van niet. Daarom, mensen, word wakker. Wees geen stakker, doe ze geen pijn, stop ze in je kooitje, eet ze niet op. Nou, ik ga maar weer even stoppen, want ik voel... Oh, zwaarlichten. Zwaarlichten. Kijk, nou komen ze. Wat is er gebeurd? Met een mondkapje en een telefoontje in zijn oor. Kijk, dat is nooit goed. Massaal staan ze ons aan te moedigen. Zeggen, zo jongens, hebben jullie goed gedaan. Dat hebben jullie goed gedaan. Oh, kijk, dat scheelt weer. Dit is de R20. De R20. Jee! 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 Zo, hè? Liefde! Nee! Jee! Zo! Zo! Jee! Wakker worden! Zo! We zien tot achterin bij de brug zijn ze al. Helemaal achterin de brug. Kijk! Hier! Zit! Allemaal mensen in het wit, zusters en zo. Allemaal zusters en zo. En soldaten. En oud-militairen. En ME'ers. En mensen van de recherche. En allemaal lopen ze mee. Voor 8 mei, heb je het al gehoord? 8 mei. Ja, we willen onze vrijheid terug. Weg met de muilkorfjes. Ja. Zo. Zo, nou, dit wordt een hele mooie dag voor de geschiedenis van de vrijheidsstrijders. Ja, doe hem af, jee! Yeah! Yeah! Hij doet hem af, hij zegt, ik ben door die gek. Jee! Yeah! Yeah! Bravo, bravo! Jee, jee, jee! Kijk, hij zegt, ik doe hem af. Hij zegt, weer eentje erbij. Haha!
Goed zo. Zo, leuk hè? Haha. Grappig. Zo, dus zie je nou wat ik zin heb. Jee! Kijk. Als ze nou moeilijk gaan doen, dan weet je, dat komt door hun. Want wij zijn bereid om naar links, naar rechts, naar voren, naar achter. In ieder geval, als we maar vrij mogen zijn. Hey. Vrijheid! Liefde! Nou ja, niet voor iedereen is het leuk. Vrijheid. Als je niet weet wat je moet doen, is vrijheid vervelend. Oh. Niet op de bloemetjes lopen. Jongen, jongen, jongen. Zo. Hey, er zijn er nog maar zo weinig. Nou, ik ga weer even afronden. Doei.